Ik ben Karen de Vries en ik geef hier vandaag een workshop Elevator Pitch voor FNV Professionals. En het is voor allerlei mensen die heel graag willen leren hoe ze zichzelf nou op een korte en prettige manier kunnen profileren en presenteren. Want dat is het lastige aan een elevator pitch. Het gaat over een prikkelende presentatie. Hoe kom je over bij de ander en hoe vertel je zo kort mogelijk wat jij nu voor de ander te betekenen hebt? Dat zijn we hier vanmiddag aan het oefenen. Je ziet ze achter me ook staan en zometeen is het zover dat ze hun elevator pitch die ze vanmiddag hebben geoefend, eerst geschreven, toen geoefend, aan elkaar gaan presenteren. Oké, ik ga je vragen, loop eerst even rond in deze ruimte en kies je eigen weg. Elevator pitch is niet statisch, die blijft altijd leven. Hi, ik ben Linda Blank. Ik ben een spontane, attente vrouw met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. En ik ben op zoek naar een nieuwe baan. Een baan waarin ik mijn talenten zou kunnen laten zien. En die talenten zijn regelen, faciliteren, coördineren. En ja, door mijn gastgerichtheid zorg ik ervoor dat gasten terugkomen en zorg ik voor continuïteit in het bedrijf. Dus heb ik u enthousiast gemaakt voor een vervolggesprek? Wauw. Jullie missen, als ik het goed heb, nog één elevator pitch en dat is die van mij. En die ga ik nu aan jullie geven. Ik ben Peter Maas, ik ben een online marketing consultant. En ik vind het geweldig om samen met bedrijven, organisaties en mensen te kijken hoe zij hun online doelen beter kunnen invullen en beter kunnen bereiken. Naast het bereiken van die doelen vind ik het ook leuk om te kijken welke andere doelen er nog zijn die ze in de toekomst kunnen gaan bereiken. Dat doe ik op basis van enthousiasme, passie en vakkennis. En ik vraag me af wat voor online doelen jullie allemaal hebben. Het is veel makkelijker om direct contact met een recruiter of met een werkgever te krijgen via Twitter, omdat heel de wereld meekijkt. Mensen die op zoek zijn naar een baan, hè, en die pas afgestudeerd zijn of op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging, die zeggen ik ben afgestudeerd en ik ben op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ja. Wat heb je gestudeerd en wat voor baan ben je op zoek? Is op zoek naar een nieuwe baan op het gebied van financiële administratie, organisatie en risk management. Naast dat de recruiter die zijn profiel ziet meteen weet wat die man wil, worden deze tekstregels ook meegenomen in het zoekalgoritme van LinkedIn. Ik ben bijvoorbeeld online marketing consultant. Dus als iemand zoekt naar online marketing consultant, kom ik binnen, vooral op basis van die tekstregel. En dus die tekstregel, dat is eigenlijk je elevator pitch. Die moet gewoon in één keer uitstralen wie je bent, wat je doet en wat je kunt.